grensoverschrijdend politieteam is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Duitse politieinstanties. We bestrijden gezamenlijk de grensoverschrijdende criminaliteit. We maken daarbij gebruik van elkaars bevoegdheden. Op die manier vormt de grens geen obstakel. Vandaag ga ik op pad met Christian van de Bundespolizei Bad Bergen. Voertuigen zijn wel heel interessant. Er komen aanmerkingen voor mobiel banditisme. Alle soorten vormen van criminaliteit treffen bij, met name dit soort jongens, treffen dat ook wel aan. In Almelo zojuist 30.000 euro buitengemaakt. Zou een ANINEP-agent gaan verzoek van de meldkamer Twente dat wij daar te plaatsen gaan. Dat was het laatste voertuig wat we vandaag gecontroleerd hebben. Er zat een joint in aan de Duitse zijde. Het resultaat van vandaag, nou die ene joint, twee recherche-infomeldingen. En voor de Duitse justitie nog een vaststelling van de woon- en verblijfplaats. Jongs 1 radio stilte, wij controleren die Peugeot even. Zo zie je maar weer, op weg naar het bureau, toch nog een auto aangetroffen met de aanhanger. Nog wat notoire diefjes hier in het grensgebied. Op dit moment hadden ze alleen een auto eisen bij zich.